Het is vandaag prachtig zomersweer en bij zomersweer hoort natuurlijk ook serieus zweten. En dat zweten dat gebeurt niet enkel onder je oksels, maar ook daar down under. Dus trekken we vandaag de straat op met de vraag, hoe houden jullie het daar eigenlijk proper? Down under, was jullie vooral met water of met zeep? Of wat is zo jullie type om het proper te houden? Goh. Ja, met toch wel met zeep, niet alleen met water. Nee. Dat toch wel iets doet, hè. Ja. Water heeft het gevoel dat dat niet veel uithaalt. Nee. Ja, okay. Ben je? Ja, je hebt daar ook zo'n speciale zeepjes voor. Zeep is niet goed voor, dus gewoon met veel water, toch? Ja, water. Ja, ja, water. Ah, ja. Iedereen gebruikt hier gewoon water bij jullie. Ja. Hoe heet dat? Lacticid? Ja. Dat gebruik ik. Ah ja, oké. Okay. Speciale zeep daarvoor. En dat geeft wel echt meteen een proper gevoel op. Ja. Heb jij dat ooit ook al eens gebruikt? Ik gebruik die ook. Hoe houd je het daar proper? Heb je zo veel gebruikt, zo water of net zeep? Of ja, hoe doe je dat? Nou, absoluut geen zeep. Nee. Heb ik wel eens een keer gedaan, dat ging niet zo goed, maar dus ik doe het voornamelijk met water. Ik gebruik vooral lactacid. Ah ja, okay. En waarom dat? Omdat ze daar vooral veel reclame op televisie van maakten en dat blijkbaar het beste was. En dan heb ik dat geprobeerd en dat gaat heel goed. Dus dat geeft wel echt dat geeft u een proper fris gevoel. Ja. Dat wel, ja. Dat is heel goed. Alleen water. Ja. Of zo, van die lactacid of zo heb ik ook wel al eens gebruikt. Dus, heel op dat? Ja, ik vind dat wel, ja. Tuurlijk. Maar vooral niet met zeep, want dan geeft dat zo slechte geurtjes en zo. Dus, nee. Doe je dat vooral voor je eigen of voor je partner? Of ja? Beide. Absoluut. Zou je schrik hebben dat je partner daar commentaar op geeft? Moest je dat niet doen? Ja, zeker. Die zou dat doen, ja. Ja? Wat zou je dan zeggen? Ja, gewoon. Je stinkt. Ik weet niet. En bij u? Ja, ik vind het vooral voor mijn eigen het belangrijkste. Tuurlijk voor iemand anders ook, maar als ik het voor mijn eigen belangrijk genoeg vind, dan zal iemand anders er niet op klagen, denk ik. Ik doe dat ten eerste voor mezelf, maar ik denk dat mijn partner dat achteraf ook wel mee gaat merken, hè, dat ik proper ben. Ja. Allee, dat je de juiste hygiëne op die plaatsen gebruikt. Dus, Het is voor hem ook wel een positief effect. Hè? Ja, tuurlijk, sowieso. Zou dat voor jullie een afknapper zijn, moest uw vriend daar niet zo mee bezig zijn? Want elke dag doucht, hè? Douche. Mag hopen wel. Ja. Maar, Als die zo thuiskomen van een festival of zo, is ze niet echt welkom in jullie bed. Nee, nou, ja, een douche zou dat fijn zijn. Dus dan spring je samen onder de douche en dan maakt het niet meer uit, toch? Dat is waar. Gewoon allebei van profiteren. Ja, precies.